Hey. Hey. Lekker frietje zo weer eten. Ik heb hier de rolstoel erbij gepakt. Een mooie rode rolstoel. Goedemorgen jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Vandaag is de dag dat Lin haar keelamandelen eruit gehaald gaan worden. Vandaag is dus de dag van de operatie waar we eigenlijk best wel al lang naar... Ik wil niet zeggen uitkijken, maar meer naar opkijken, denk ik. Vooral Lin natuurlijk, die best wel zenuwachtig is. Ze is nu boven eventjes de laatste dingen aan het doen, want het is op dit moment zo'n 8:30 het is al 8:35 en we moeten eigenlijk over 10 minuten al in het ziekenhuis zijn. Dus we moeten straks gelijk de deur uit, want ik ga haar uiteraard brengen. Dus jongens en meiden, ik hoop allemaal dat jullie weer super veel zin hebben in deze nieuwe vlog vandaag. Het wordt even een hele andere vlog, misschien ook wel een hele andere week uiteraard. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd naar het herstel en alles wat er gaat gebeuren en bij gaat komen de komende week. Mede door al jullie toch wel hele heftige verhalen. Lin was er helemaal niet bang voor. We dachten, het is maar een amandeloperatie, het valt best wel mee. Maar juist door alle heftige verhalen van jullie zijn we dus best wel een beetje bang geworden van alles. Ja, we gaan het gewoon zien. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga denk ik maar eens even mijn schoenen aandoen, want dan zijn we straks dus helemaal klaar om lekker de deur uit te gaan. Ik ga de auto pakken. Hallo? Hallo! Zo, kijk eens even. Helemaal outfit ready voor het ziekenhuis. Jij rolt in bed, helemaal het ziekenhuis in. Ja, dat is het echt, hè? Yeah. Ja. Je mag dus ook echt helemaal niks. Je mag geen lenzen in. Je mag uiteraard helemaal niks aan je gezicht doen. Geen zalfjes. Ik heb zelfs mijn nagellak op mijn tenen moeten halen. Je nagellak eraf moeten halen? Ja, mag ook niet. Echt niet? Nee, en mijn nagels is wel nog een ding. Maar we hebben hier geen nagelschade, dus ik kan mijn nagel niet knippen. Dus... Dat moeten zij doen dan waarschijnlijk. Ja. Oh, navelpiercing. Oh, je navelpiercing ook nog. Oké, ik ga de auto halen. Ja, je mag dus ook inderdaad helemaal geen sieraden uiteraard met de operatie. Dus dat ook nog allemaal. Ik heb Lin denk ik nog nooit zonder navelpiercing gezien überhaupt. Nee. Dus dat is ook voor mij de eerste keer dat ik dat zie. Die is er nog nooit uit geweest. Oké, het is dus natuurlijk een dagopname jongens en meiden. Dus we gaan haar nu wegbrengen rond 9:00 AM. En hoe laat Lin klaar is, dat is allemaal een beetje de vraag. En of ze inderdaad ook echt vandaag... Wow, ik schrok me weer dood, jongen. Ruitenwissen. En of ze vandaag echt naar huis mag, daar gaan we natuurlijk wel van uit. Maar wie weet, hè? Navelpiercing eruit? Ja. Ik heb dus geen idee, dat zeg ik net, hoe dat überhaupt bij jou eruit ziet, hè? Gewoon als een buik. Ja, dat snap ik. Maar ik heb nog nooit, zeg maar, jouw buik zonder navelpiercing gezien. Dat is echt de eerste keer, denk ik. Dat is niet bijzonder, hoor. Nee, dat snap ik. Maar omdat ik het gewoon nooit gezien heb, dacht ik ook. Ja, omdat je niet gewend bent, ja. Precies. Oké, we gaan dus naar het ziekenhuis nu gelijk toe, jongens en meiden. En ik ben ook heel benieuwd eigenlijk wel naar jouw eigen ervaring straks. Hoe je het ervaart allemaal. Ja, de operatie komt zo goed, toch? Ja, want dat is het. De operatie is helemaal niet heftig, maar het is juist het herstel. Dat is het kutste. En daar zijn dus al die horrorverhalen van jullie over gekomen. Ja, echt horror. Ja. Nou, ik heb zelf ook mijn amandelen nog erin zitten, maar ja... Heb je ook je verstandskiezen nog? Ja, tuurlijk. Hoezo tuurlijk? Ik ben hartstikke slim. bij mij zijn mijn verstandskiezen dus goed doorgekomen en die hoeven niet getrokken te worden. En mijn keelamandelen hoeven er ook niet uit. Want ik heb er geen last van. Chill. Tenzij ze misschien straks eruit moeten als ik 30 ben of zo. Zo, hallo jongens. Steek even zomaar over, joh. Oké, jongens. We moeten een beetje doorlopen. We zijn hier namelijk bij het ziekenhuis. Het is net geen 9:00 nog. Dus we gaan even een beetje stappen. We zitten te wachten. Ik heb hier een lekker koffietje. Kijk eens aan. Ja, ik vroeg aan jou of je ook koffie wilde, maar je mag helemaal geen koffie. Nog niet. Zelfs geen water. Ja, het is gewoon allemaal... Ja, helemaal niks. Geen eten, geen water, niks natuurlijk. Maar dat is wel pas de eerste 2 uur van tevoren. Ja. Daarvoor mag ik wel nog water. Klopt. Maar dat was dan om 6:00 AM. Even je wekker zetten om te drinken. Ja, hadden we misschien wel kunnen doen, maar niet gedaan. Maar ik heb wel mijn koffie hier. Nou jongens, we zitten. Ik mag er dus ook niet bij zijn. Jij gaat straks dit dingetje aandoen. Ja. Je mooie pakje. Ik dacht dat zal die passen, maar dat moet wel goed komen. En ik mag je dus een kwartier van tevoren mag ik weer ophalen. Ja, en 4 uur lang wachten. Ja, rond 12:00 moet je geopereerd worden. Ja. En dan ben je pas 4:00... 4:00 na de operatie, dan kun je gaan. Dan ben je helemaal wappie nog. Dat denk ik dus niet. Nee? 4 uur, nee, lijkt me niet. Nee, dan moet het er wel lang uitgewerkt zijn trouwens. Ik denk het wel. Nou, jij gaat je lekker klaarmaken, denk ik. Ja. Oké, blijkbaar... Je mag nog even van de kamer af, want je wordt dus pas inderdaad over 2 geopereerd. 2,5 uur. En anders moest je de hele tijd wachten.
Oh. En ik heb echt honger, hè. Ja. Dorst. Ja, je mag helemaal niks. Nou, het is wel even chill dat we nog een beetje kunnen chillen hier op de, in de lounge. Toen hoef je dus ook niet de hele tijd in de kamer daar te zitten. Zitten we dan in de lounge? Oh ja, ik dacht dus dat zeg maar, normaal gesproken mag je dus jou gewoon echt wel ophalen als je wakker wordt. Of dan mag je er al bij zijn. Ik denk dat ze dat gewoon hebben gelaten na de coronatijd. Ja, klopt. Heel veel dingen hebben ze gewoon zo gelaten. Omdat ze dachten, oh, dat is eigenlijk wel makkelijk, want dan is iedereen gewoon weg. Ja. Maar het scheelt dus nu, zeg maar, een kwartier van tevoren word ik dus gebeld. En dan mag je dus... eerder, maar je mag een kwartier van tevoren pas binnenkomen. Ja, en dan mag je gelijk dus naar huis, inderdaad. Ja. Nou, dat is wel lekker. Dan ben je waarschijnlijk wel helemaal... Lig je dan nog in je pakje ook? In je blauw pakje? Ja, dat denk ik wel. Ah. Schattig. Nou, het is nu 9:30. En 11:30 gaat het dus inderdaad beginnen. Dus ik kan nog even lekker chillen. Zal ik nog even een... Ik wil zeggen, zal ik nog even een koffertje voor ons pakken? Ja, doe maar, schat. Ja, maar niet voor ons. Nee, voor jou. Ik heb net 7 verschillende pillen op moeten eten. Zo, oh, die heb je net naar binnen al gedaan? Ja, dat moest. Oh, echt pijnstillers en zo waren dat, ja, hè? Ja, maagbeschermen, naproxen, pijnstillers. Zo, best wel wat. Ja. Ik ben dus echt heel weinig in mijn leven in het ziekenhuis geweest, jongens. Dus ik vind altijd toch ook als ik hier een beetje ben, zo'n beetje zo'n gekke sfeer of zo. Ik weet niet. En jij zei het ook, een bepaalde geur hangt er altijd een bepaalde in. Geur, echt zo'n ziekenhuisgeur. Ja. Ja. Ik weet niet, die bestaat gewoon echt ofzo. Het is ook gewoon nooit echt een fijne plek om hier te komen natuurlijk. Het kan bijna nooit goed zijn, behalve wanneer je zeg maar... Als je kindje krijgt. Ja. Ja. Ja, precies. Het is op zich wel gewoon een mooi ziekenhuis zo. Lekker licht. Ik denk als het hier een zonnige dag is, dan is het echt wel mooi. Ja, dan is het heel chill. Ook de arts zei dus net weer, het is echt een hele pijnlijke ingreep. Dat is het eerste wat ze zeiden. Maar ja, nogmaals... eigenlijk moeten we echt super blij zijn dat dit gewoon alleen maar een keelamandeloperatie is en dat we niet hier zijn voor iets ergers. Ja, tuurlijk. Zo moet je het eigenlijk gewoon bekijken. Het is maar een keelamandeloperatie. Je zou voor 100 miljoen ergere redenen natuurlijk hier in het ziekenhuis kunnen zijn. Wel echt heerlijk. De komende week, de komende dagen kan je gewoon lekker helemaal niks zeggen tegen mij. Oh, let maar op. Oh, nu hoor ik je stem nog. Nu kan je dan lekker zeiken tegen me of boos worden of wat ik wil. Maar straks als je boos wordt of wil zeiken, dan kan het gewoon allemaal niet meer. Zo. Want ze zeggen dat je stem ervan kan veranderen, toch? Zou wel kunnen, ja. Maar daar gaan we niet van uit. Ik krijg straks een hele andere stem gewoon. Ja, het kan. Nou, de het eerste kan dagen is hij volgens mij, moet je echt een beetje fluisteren, toch? Ja, want ze zeggen dus, je moet niet praten. Dat raden ze af. Doet ook gewoon pijn. Ja. Ja, we zullen zien. Misschien praat ik vloeiend. Misschien nergens. Nou ja, jij bent wel iemand die de bek niet kan houden. Dus zeg maar, dat wordt wel moeilijk voor je. Ja, maar ik heb ook wel best wel een hoge pijngrens. Dus misschien kan ik wel praten. Jij ligt weer lekker in je bed? Ja, ik ga gewoon even slapen. Ga jij even lekker slapen? Zal ik maar er vandoor gaan dan? Ja? Ja, je mag er niet blijven. Je moet je pakje nog aandoen straks. Ja. Nou, lekker de ogen dicht doen. Kussie. Doei, doei. Ik had mijn handen voor. Oh, maar niet uit. Heel veel succes. Dank je. Zo, nou jongens, het is voor mij dus tijd om het ziekenhuis hier uit te gaan. Ik laat Lynn dus lekker achter. Capuchon op, het is koud. Lindy gaat zich zak dus omkleden en dan, ik hou even contact met haar via WhatsApp natuurlijk. Ik heb hier mijn parkeerkaartje. En helaas mag ik er dus niet langer bij blijven, want er liggen natuurlijk ook nog andere mensen daar op de kamer. Dus vandaar, anders zou het daar ook een hele drukke boel gaan worden. En dat is ook niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Dus ik ga het ziekenhuis verlaten. Ik ben weer lekker terug bij de auto. Ik zie Lindy dus straks pas weer als de amandelen er dus uit zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik... straks dus ga aantreffen. Maar dat is een verrassing voor ons allemaal. Ja, Lindy zegt dus altijd dat zij een hele hoge pijngrens heeft. Dus dat moet goed komen, denk ik. Maar ja, het is nu 10:30 ochtends. Over een uurtje gaat ze dus de echte operatiekamer in. Dan gaat alles gebeuren en wordt ze dus geholpen. En dan moet ze dus inderdaad, zoals we net al verteld hebben, 4 uur lang daar wachten. Dus ik mag pas eind van de middag op gaan halen. Dus dat is wel eventjes een... Ja, dat duurt wel even. Kijk eens, daar hebben we nog het ziekenhuis. Daar komen we dus vanmiddag weer bij terug. Ja, en zoals ik al zei, ik ben echt nog nooit echt in het ziekenhuis geweest. Altijd alleen maar mensen wegbrengen. Ik heb ook eentje dus mijn glazen was hier een keer moeten brengen. Toen die heel zijn been gebroken had. Toen die bij mij van de trap af was gevallen. Dat was toen ook nog een dingetje. Maar zelf ben ik hier dus nog nooit geweest.
Het liefst hou ik dat... Oh, hij gaat wel open, de slagboom. Maar het liefst hou ik dat natuurlijk ook zo. Oh, en dit is misschien heel erg, jongens, maar... Oh, Lin gaat mij haten. Lin mocht niks eten. Kijk, ze en ik gaan naar de McDonald's, want het is dus 10:30. En dat betekent dat ik dus nog op tijd ben voor de Mackie ontbijt. Want dat is altijd 11:00 PM. Tot 11:00 PM kan je naar de McDonald's en dan kan je de McMuffins bestellen. Check dit. McMuffin, egg en bacon, BLT en egg. Ja, man. Ja man, die gaan we even bestellen, ja. Kijk, dat is geregeld. Kijk dan dit, jongens. Heerlijk helder. Dit is een bierding. En er loopt een slang. Kijk. Er loopt een slang. Zo helemaal naar binnen. Zag je dat, die rode slang? Vullen ze zo het bier aan? Serieus? Komt er dan gewoon zo'n biertank langs? Of zo'n vrachtwagen? En dan vullen ze al de vaten? Ik heb er nog nooit over nagedacht dat het zo werkt. Grappig. Oké, nou, ik heb hier mijn McDonald's bestelling staan. Dus ik ga de auto even hier netjes neerzetten. En dan kunnen we even lekker ontbijten. Kijk, de McMuffin en egg. Het is gewoon een muffin met een ei erop. Oh, maar het is zo... Ja, ik vind het geweldig. Echt gewoon... Wie bedenkt dit ook bij de McDonald's? Slimme mensen. Alleen deze... Oh, even de muziek uit, jongens. Even de muziek uit. Alleen deze dingen, die vind ik niet zo lekker. Die Noga snoepjes of wat het ook is. Blah. Heel even in die stemming komen, jongens. Ja, en ik ben weer thuis, jongens. En waar we het een paar keer over gehad hebben in de vlog. Hey, Roekeboek. De Boekeboes. De Boekeboes. Hey, vriend. Ik heb hier even wat eten voor hem neergezet. Kijk, ik kan hier tenminste even lekker eten. Oh, Roekjepoekje. Ik heb het met jou te doen hoor deze dagen even. Kijk eens even, jongens. Kijk, ik zit er bijna aan te denken om misschien gewoon alle katten hier te zetten. Dan hebben ze tenminste wel lekker elkaar. Dan kunnen ze een beetje nog met elkaar kutten. Ah, wat doe jij? Oh, wat doe jij? Ik val om. Je bent zo zwaar, jij. Oh, nou ja, hij is wel gewoon helemaal lekker blij een beetje. Kijk eens. Oh, wow, lekker kroelen. Poekie is ook echt de grootste aandachtzoeker van allemaal. Dus daarom is het juist ook wel sneu dat hij dus nu precies daar moet zitten. Want deze kunnen hier wel gewoon zitten, hè? Kijk, Snuf kan hier wel. En Donderijntje ook. Hé, hey, Don de Jong. Hé, hey Don. Wanneer ga je weer vloggen dan, Don? Hé? Hey? Ik heb hier dus ook even de oude kattenbak. Die ga ik ook even boven neerzetten voor Poekie. En ik word de hele tijd geappt. Door Lin. Lin heeft een blauwe pakje aan nu. Dat betekent dat ze dus ready is om straks echt onder het mes te gaan. Zo, lekker stoffig zo. Zo, er komt een stofwolk vanaf. Dat ik misschien niet hier echt op de keuken moet doen. Oké, wat ik ga doen, jongens. Ik ga gewoon eventjes twee katten beneden, twee katten boven. Dan hebben ze tenminste elkaar. Maar dat was dus één van deze twee. Dus hoe gaan we... Nou ja, of... Jij bent altijd wat tevreden gewoon. Jij bent een kat die altijd met alles tevreden is. Ik ga Sniesje gewoon ook even lekker naar boven doen. Dan hebben ze elkaar boven. Zo, dat is geregeld. Hé, vriend. Beter zo, hè? Kijk eens, hebben we hier Poekie, hebben daar die kattenbak. Eten en drinken. En Sniesje die loopt hier ook lekker op de ontdekkingstocht, hè? Ja, helemaal blij. Nou, kijk eens. Hè, jongen. Dat is de le... Poekie, dat is de le... Ja. Nou jongens, jullie krijgen allemaal kopjes van Poekie. Hij vindt jullie allemaal heel lief. Kom eens hier, vriend. Hé, gekkerd. Ah, mijn vriendjes. Kijk ze dan. Nou, kunnen jullie helemaal lekker zo met elkaar knuffelen? Hè? Lekker kusjes geven aan elkaar. Het is 12:00, jongens. En ik krijg dus net een berichtje op Snapchat van iemand anders die zegt... Lin gaat nu de operatiekamer in. En dat klopt ook gewoon, want Lin die appt mij net. Ik ben nu aan de beurt. Dus iemand in het ziekenhuis heeft daar gewoon gespot. Dus ik ben benieuwd. Wow, jongens, check dit. Melanie laat net wat zien. Mijn moeder is er trouwens ook. Hallo. Kijk, als je op FaceTime met elkaar FaceTimet en je doet dit... Wat de... Twee duimen. Wat? Is dit een nieuwe iPhone-update of zo? Ja, ik denk het. Zie? Hier komen de hartjes, let op. Oh, joh. Ik wist helemaal niet dat dat bestond, jongen. Het is 12:50, jongens en meiden. Dat betekent dat misschien...
misschien is de operatie nu al klaar. Het duurt namelijk maar een half uurtje, heb ik opgezocht, een amandeloperatie. Dus het is helemaal niet heel erg lang. Maar ja, dan moet ze dus nog wakker worden uit die narcose en alles en een beetje helemaal tot zinnen komen. Dus ik zit eigenlijk een beetje te wachten op een appje straks. 1 uur 's middags nu. En ze riepen er al dus om 11:45. Dus ja, of ze ligt nog uit te slapen of wat dan ook, ik weet het niet. Het is echt een beetje afwachten. Wat we even gaan doen, voordat Lindus thuis is. Ze is denk ik nog steeds onder narcose. Maar we gaan even alle deuren hier ook lekker openzetten. Ook de deur daar, zodat het even helemaal lekker kan doortochten. Want dan zijn alle kattenresten van Poekie hopelijk eruit. Want wel waarschijnlijk aardig koud in huis, denk je niet nu? Ja, maar het is wel lekker even. Zo. Oh. Lekker even fris, zo. Ja, dan toch te maken lekker door, toch? Nou, dat ruik je gelijk. Zo, die frisse lucht inderdaad. Heerlijk, nou. Echt lekker. Bank helemaal stofzuigen. Ja. Alles even goed top. Schoonmaken voor jullie. Zo, voel eens. Zo, helemaal lekker zo, joh. Ja, heerlijk. Oh, oh. Hé, hey, schatje. Oh. Hey. Hallo? Hey. Hey. Hallo. Hoe voel je je? Goed. Ben je net wakker? Ja. Is het goed gegaan? Huh? Is het goed gegaan? Ja. Ben je lekker slaperig? Een beetje wel. Oké, ik ga toch naar een ketje. Oké, niet zo lekker. Nee, gewoon niks aan doen. Dankjewel. Dat wat verlichting geeft. Mag het wel bijten? Ja, zeker. Lekker wat drinken. Ja, oké. Okay. Oh, nom, nom, nom. Je hebt wel een andere stem nu, hoor. Hè? Je hebt wel een andere stem nu. Ja, weet ik. Kan je niet praten? Zeg, vies. Hoe ben je zo knap als je nog uit de operatie komt? Om, nom, 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 nom. Nou, zoals je ziet, jongens, ze is wakker. Ze is lekker, lekker aan het sabbelen aan een ijsje. Hey! Ze hadden geen perenijsje. Ja, jammer, hè? Jammer, hè? Ik heb het gevoel alsof ik tegen een klein kindje praat nu. Hallo. De ijsjes... Heel goed, hè? Heel goed nadenken voor een leuk verhaaltje. Ga je een leuk verhaaltje vertellen? Ik weet even niks. Lekker een frietje zou wel eten. Hebben we daar zin in nu? Beetje. Een frietje met mayo. Of een cheeseburger. Een cheeseburger. Zo, jongens, Lin is een beetje weer aan het bijkomen. Een beetje lekker wat aan het drinken. Hè? Mijn ijsje is op. Weer nieuw ijsje? Ik proef een beetje bloed ook. Bloed? Ik proef een beetje bloed. Dat is niet lekker. Zou je dit allemaal nog herinneren? Als ik zeg maar dit je terug laat zien straks? Nee, ik was het kennelijk als ik 6 keer dezelfde vraag gesteld aan die mevrouw. Wat dan? Of dat ik al weg mocht. Of je al weg mocht. Toen was nog niet eens klaar waren, zeker. Nee, toen was ik toch bij die andere afdeling. Yo, mag ik al weg? En toen kwam er een andere vrouw en toen dacht ik, misschien mag ik van haar wel al weg. Dus ik zei tegen haar, mag ik al weg? En toen riep die vrouw aan wie het was, dus ik was gevraagd van de andere kant van de gang naar mij van. Nee, dat heeft ze al gevraagd. Zij mag niet meer. Wil je zo graag weg? Ja. Ja, nog even, schat. Nou, jongens. Hey, ze mag nog niet gelijk naar huis nu. Nee, toch niet? Nee, ja. Ze hebben extra morfine bij haar toegegeven. Oxycodon. Oh. Wat ze toch een bloeding heeft in de keel nu. Ach, jeetje. Hebba. Nou. Ze zegt, ik kan veel handelen, maar deze pijn is echt ongekend, niet normaal. Oh, wat erg. En het gekke is, op de afdeling waar ze ligt, is iedereen al naar huis. Ja. Iedereen mocht al gaan, buikoperatie en allerlei andere dingen, terwijl met amandelen,
Ze zegt, het straalt ook echt helemaal uit naar je oren. Ja, het is nu 4:30, jongens. Dus eigenlijk had ik hem binnen een half uurtje mogen ophalen. En ze zegt, drinken doet sowieso veel pijn, terwijl het gewoon letterlijk water is. Oh, dadelijk kloppen de horrorverhalen ook gewoon echt allemaal die jullie verteld hebben. Ik ga hier maar eens even lekker een koffie nemen. Voor de mensen die zich afvragen wat ik vandaag aan de hele dag aan het doen ben. Ik zit een beetje FIFA te spelen en gewoon te chillen dus. Omdat ik eigenlijk had verwacht dat ik het al zou op kunnen halen. Want nu is het dus 4:10. En ja, helaas is ze dus nog steeds in het ziekenhuis. Dus wat zeg je? Je mist haar, hè? Ja, wel een beetje inderdaad. Nou, ik maak me niet per se zorgen, maar het verloopt niet vlekkeloos. Laten we het daarop houden. Dus dat is een beetje jammer nu. Ja, niet dat ze om 4:00 inderdaad al naar huis moet. Nee. En extra morfine, dus. Ja, dat is ook niet helemaal lekker. Nee. Maar we houden hoop. En ja, kijk, het zou zelfs zo kunnen zijn dat ze uiteindelijk vandaag niet eens mee naar huis kan. In het ergste geval. Maar daar gaan we ook echt nog niet vanuit. Maar daar hebben ze wel voor gewaarschuwd. Kijk, ik zit hier gewoon een beetje Feyenoord te spelen. Nou, voor de mensen die verstand hebben van voetbal. Ik heb Messi bij Feyenoord. Ja, dit is een beetje mijn team. Nice. Dus voor mij is het eigenlijk lekker... ze zegt ze app nu. Waarschijnlijk 5:30 mag ik naar huis. Dus dat is over 1.5 uur. Ik heb een andere trui aangedaan, jongens. En het kussen van Lim meegenomen, want we gaan richting het ziekenhuis. Succes. Ja, dankjewel. Ja. Tot zo. Beter gaat. Ik hoop het ook. Dit is dus Linde knuffelkussen, jongens. Kijk, want deze vinden ze dus altijd helemaal top. Het is echt van haar. Dus die leggen we even lekker in de auto. Als we daar straks mee liggen. En ik heb net even gebeld met Lin. Het gaat gelukkig wel ietsjes beter. Maar ze is natuurlijk wel nog steeds een beetje verward van alles en nog wat. Wat niet gek is. Het is gelukkig een kwartiertje rijden. Dus het is lekker in de buurt, het ziekenhuis. Dus let's go. Ai. En dan zal je net zien, hè. Kijk, kom je aan bij de spoorwegovergang. Gaat die net... dicht daar in de verte. Oh! Nou ja, gelukkig ben ik redelijk op tijd. Dus dat maakt ook helemaal niet uit. De stem klonk wel echt al heel erg anders. Dus ook op natuurlijk FaceTime net. Dus dat is wel grappig. Maar dat is gewoon de eerste dagen. Het is allemaal even wat zachter. Melanie had het echt precies hetzelfde, weet ik nog. Toen zij 8 jaar... Het was 8 jaar geleden dat Melanie geopereerd werd al. Waarschijnlijk omdat het natuurlijk in het begin ook voornamelijk nog extra meer pijn doet met die operatie. Door als je gaat praten. Oké, ik ben bij het ziekenhuis dus aangekomen, jongens. En Lin zegt net dat ik er blijkbaar ook een rolstoel mee moet nemen. Omdat ze nog meer extra morfine krijgt. Dus voor de zekerheid als ze straks niet kan lopen natuurlijk. Dus dat gaan we even regelen nog bij de ingang hier. Nou, kijk eens. We zitten er hoor. Ik heb hier de rolstoel erbij gepakt. Een mooie rode rolstoel. Hey. Oh, we hebben bijna een rode Ferrari. Ja, past er wel bij met een Ferrari. Je praat echt een beetje schattig. Hey, ja, vind je het gek? Het doet echt pijn. Oh, liefje. Ja. Nou, je hebt nog je infusie inderdaad. Ja. En nog extra medicijnen gekregen. Extra medicijnen? Ja. En daarvoor was die rolstoel. Oh ja. Want ze zei, dan kun je echt... Het is al de derde keer dat ik die extra krijg nu. Dus ze zei, dan doe maar even een rolstoel. Oh, schatje. Wat? Gewoon, ik vind het wel zielig om je zo te zien liggen. Kijk jongens, het bak hier. Dat is ook een beetje viezigheid en bloed. Ja, ijs met bloed. Maar ja, dat hoort erbij. Ja. Dat hoort er echt bij. Je hoort dus een beetje bloed te hoesten natuurlijk. Want ze hebben gewoon een wond gemaakt in je keel. In je keel. En dat is natuurlijk niet helemaal lekker. Dus daar komt uiteraard wat bloed ook bij los. Maar straks gaat ze dus hier in de rolstoel. Maar je mag nog niet weg, hè? Nee. En het is gewoon echt al bijna 5:30. Ja. Nou, nu ben ik er toch? Ja, nu. Maar het duurde echt lang. Oh. Al die mensen mochten allemaal gaan. Ja, we zijn hier echt als laatste nog over, jongens. Dus vandaar. Iedereen is inderdaad alweer weg. Er werd ook zelfs iemand naast je geopereerd qua borstkanker. Ja, die mocht echt een 1.5 uurtje gaan. Een meisje na 10 minuten. Zo, dus je bent echt de langste gewoon. Kijk, door deze twee pilletjes. Dit is dus die oxycodon. Daar hebben we dus dat ding nodig. Maar hoe bevalt het drinken nu? Ja, echt niet goed. Echt heel erg pijnlijk? Ik heb zelfs tranen ook. Oh, schatje. Oh. Lieverd. Poepie. Lin heeft net de laatste checks gehad. Dus we gaan hier de gordijnen even dicht doen. We gaan lekker naar huis. Lekker. Ja, jongens. Het is nu 5:30 dus. Nou, je hebt er toch een hele middag al gelegen. Ja, om 9:00 waren we hier. Ja. Precies. Nou, net even alle checks doorlopen via dat ding wat daar staat. En dan kunnen we nu dus lekker naar huis gaan. Nogmaals met de rolstoel dus, want ze kan omvallen en duizelig zijn door die pilletjes. Ik voel me nu helemaal de papa van Lin. Papa van Lin.
Kijk eens. Ja. Alsof ik je helemaal moet aankleden nu. Ja, de sokken, de schoenen. De sokken, de schoenen. Nou, we hebben alles lekker aan. Ja. Trui aan. Plassen nog. Je moet nu plassen nog? Oké. Okay. We zijn helemaal ready. Dus we gaan de gordijnen weer open doen. Kijk er dan zitten. De poepert. Nou, dan gaan we lekker naar huis. Even de auto in. Daar lopen we dan. Hey. Lekker met het rode rolstoelkarretje. Nou, we gaan richting de uitgang. Ik ga Lynn natuurlijk helemaal naar de auto toe brengen. Want dan kan ze daar gelijk lekker instappen. Gaat dit? Ja, een beetje moe. Beetje moe door alle spullen die in er zijn gespoten waarschijnlijk. Nou, op een goed herstel. Mijn ouders die zijn ook lekker bij mij thuis. Dus dat is ook fijn. Maar ja, Lynn mag dus helemaal niks eten vandaag. Alleen dus het drinken. We gaan de grond. We gaan de grond. Kijk eens, mooi. Wil je nog een ballon? Nee. Die kussen. Lekker. Oké, jongens, ik moet even de rolstoel terugbrengen. Ik zet voor jou de stoelverwarming aan. Zet ze deken misschien daar te zetten. Ik ga even kijken. Jongens, Jelle vertelde in de vlog van gisteren dat hij dus moest huilen nadat hij wakker werd van de narcose. Hij werd helemaal emotioneel, maar jij hebt dat dus blijkbaar vandaag ook gehad. Ja, ik werd helemaal jankend wakker. Terwijl je helemaal niet emotioneel bent. Maar nee. Blijkbaar is dat iets wat dus best wel vaker voorkomt. En naast mij lag iemand. En die werd wakker en die zei: ik ben zo blij, ik ben zo blij. Dus ik dacht van, wat is er gebeurd? Dus of je wordt helemaal emotioneel wakker. En die persoon was helemaal blij. Waarom? Weet ik niet. Oh, narcose is zo raar. Maar het is dus echt zo, je ogen gaan dicht en je wordt gelijk weer wakker. Voor mijn gevoel ga je gaat slapen en je wordt gewoon gelijk weer wakker. Heel vaag. Ja. Echt heel vaag. Heel raar, jongens. En het rare vind ik dat je dan beseft, ze hadden mij bijvoorbeeld in een ander bed gelegd. Ik had iets anders aan. Mijn haren waren lekker. Ze hebben gewoon alles met je gedaan. Zeg maar, ze kunnen letterlijk alles met je doen. En dan heb je gewoon helemaal niet door. Ach, het is wel eng, hè? Ja. Ik zei net ook tegen Lynn, voor iemand die zeg maar net uit de narcose komt, gewoon helemaal niks aan zichzelf gedaan heeft, zie je er echt goed uit. Ja, ik kreeg ook echt even berichtjes. Ja? Ja. Die zeiden, oh, ik dacht dat je nog niet geopereerd was. Wat vind je van je eigen stem trouwens nu dan? Ja, prima. Ik ben echt benieuwd hoe je hier gaat terugkijken als je dit later terug. Maar het komt ook. Oh nee. Wat? Oh nee, ik dacht dat je iets anders zei. Wat? Ik wilde zeggen, die stem is zo raar omdat er iets weg is waar de lucht langs gaat. Dus het moet weer even anders. Dus het klinkt heel anders. Ja. Ja, ze hebben echt iets in je keel weggehaald natuurlijk. Dus nu gaat je lucht even anders lopen waarschijnlijk. Ja, die vrouw zei ook, ze waren echt groot. Ja, amandelen. Ja. Ja, Lynn had dus blijkbaar ziek grote amandelen, jongens. Echt hele grote, hè. Ja. En ja, daardoor had ze dus ook altijd zo'n last. Sorry. Daardoor had ze dus ook altijd zo'n last van. Met, die zwaait heel enthousiast. Wie? Ik weet niet wie dat was. Geen idee. Maar daarom had ze dus ook zo'n last van met die ontstekingen dus de laatste. Dus ze moesten er gewoon echt uit. Dat was het ook gewoon. Maar wij rijden lekker de straat hier weer in. Dus dat is fijn. Oh, lekker thuis. Wie is er allemaal thuis? Mijn moeder is er. En je papa? Ja, misschien. De buurman. Ja, maar die is niet bij ons thuis. Daar is de zieke hoor. We lopen gelijk door naar de bank. Hallo. Hi, Mami. Hoe gaat het? Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Je klinkt heel gek. Ja, dat zei ik ook altijd. Ja, misschien krijg ik nu wel een harde G. Een harde G, nou dat hoop ik niet voor. Ik had genoeg gevraagd. Wat? Ik zei, kun je er geen harde G van maken? Wat zeiden ze? Dat ze zei, hey, je klinkt alsof je niet uit de buurt komt. Ik zei, nee klopt, kun je dat tegelijkertijd ook even veranderen? Nee, je moet die zachte G gewoon lekker houden. Kijk, de bank is helemaal schoon. Het is zo lekker schoon. Je kan lekker liggen hier. Nou jongens, ik ben een klein beetje van jaloers dat Lynn lekker gewoon helemaal kan chillen op de bank. Lekker helemaal niks doen. Maar aan de andere kant, ja, je keel natuurlijk zo naar de kloten is niet lekker. Dus eigenlijk ben ik niet jaloers. Kijk, wat we nu dus mooi kunnen gebruiken is hier de Stanley Cup, jongens. Hoppa, en dan gooi je lekker allemaal ijs in. Zodat het extra koud is. Oh. En Lynn zei net dat ze de perenijsjes heel graag wilde. Maar nu wil ze de Calippo. Ja, die zijn ook wel lekker. Kijk, Calippo's, allerlei kleuren. En smaken. Kijk dan jongens, Donder is lekker hierbij gaan liggen. En Lynn, de oxysodon is weer ingeslagen. Want die zou instaan als wij net thuis zouden komen. Dus die
is een beetje buiten Westen, denk ik. Zo, jongens en meiden. Nogmaals, je ziet het. Lin ligt dus lekker te slapen op de bank. Ja, voor iedereen is het herstel dus anders. Sommige mensen die zijn er echt binnen een week bovenop. Maar sommige mensen, dat duurt het echt weken zelfs. Dus dat, ja, dat wordt nu echt de vraag. Vandaag is nog de dag dat ze natuurlijk gewoon helemaal platgespoten is. Om het zo maar te zeggen. Of platgespoten. Gewoon dat ze nog allerlei morfine en alles in de lichaam heeft. Dus ze zeggen eigenlijk dat de eerste dag, en dat is vandaag, dus het minste pijn doet. Omdat je dan nog helemaal onder de narcose een soort van nasleep bent. Dus eigenlijk wordt morgen, wordt misschien pas echt de dag dat we echt gaan zien hoeveel pijn Linde van heeft. En of het heel vervelend gaat worden. Want dan is de narcose natuurlijk helemaal uitgewerkt. Dus ja, hoe dat gaat ontwikkelen, dat zien we eigenlijk allemaal echt pas morgen. Of misschien vannacht al. Ligt er een beetje aan hoe we gaan slapen natuurlijk ook vannacht. Mijn avondeten voor vanavond is pindasoep. Het ziet eruit als vloeibare pindakaas dit. Ja, maar dat is het niet. Zo. Het ruikt ook een beetje naar pindakaas. Ja, maar het smaakt ja, naar pinda. Is het lekker? Ja, het is echt heel lekker. Ja? Papa is er ook dol op. Oké, okay, nou. Dus, dankjewel. Kijk, het is heet. Ik zit hier lekker bij Lin op de bank, jongens. Ik zit even een serie te kijken hier achter op Netflix. Maar check eventjes hoeveel pillen je erbij krijgt. Dit is echt niet normaal. Dit is alleen voor nu. Dit is één dag. Deze 5 pillen inderdaad. Maar nee, dit is 4 keer per dag. Oh ja, dat bedoel ik. Dit is zeg maar 1 uur, gewoon nu inderdaad. Ja. Rol het eens een beetje uit. Kijk hoeveel ze de komende dagen. What the fuck? Zeg maar, je kan het helemaal. Ja, we laten het niet helemaal uitgerold. Daar heb ik nog die daar liggen. Straks nog meer pillen. Nou, jongens en meiden. Zo, deze hele dag stond even natuurlijk in teken van de mevrouw die hier naast me ligt. Maar die gaat straks wel lekker half slapen. Dus ik ga het lekker hierbij laten. Wij gaan het ook lekker hierbij laten, jongens en meiden. Ik hoop dat jullie deze vlog interessant vonden en leuk om te zien. Ik ben heel benieuwd dus ja, de komende dagen hoe het allemaal gaat. Gaan we jullie natuurlijk ook uiteraard in meenemen en alles. Dus ja, bedankt nogmaals voor alle verhalen en heel veel lieve berichten die jullie ook naar Lin bijvoorbeeld gestuurd hebben. Maar ja, morgen om 6:30 komt er dus uiteraard weer een nieuwe vlog online. Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien. En dan zeg ik nu, wil jij nog iets zeggen? Ja, jij kan beter even stil zijn, hè? Slaap lekker. Slaap lekker. Jongens, mij bedankt voor het kijken. Tot morgen. Ik zeg later.